Het varend corso doet Vlaardingen weer aan. Een vrolijk lint met tientallen versierde boten vaart op de Vlaardingse vaart richting Emmakade. Het thema van dit jaar is theater op het water. En ook een boot van de gemeente Vlaardingen is in de optocht opgenomen. Wij staan op de locatie Vlietzicht met cameraman Dirk-Jan Verkuil voor een impressie van het varend corso voor Vlaardingen TV. Het varend corso, een regionaal evenement. Maar jullie komen, Inge, helemaal uit? Uit Nijmegen. Dat is heel ver weg. En speciaal voor dat corso? Nou, het was wel een optie die we leuk vonden, maar we staan hier toevallig op de camping. Dus... En dan combineer je dat een beetje? Ja, 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 we hebben even van tevoren gezocht van wat voor leuks is hier te doen. En nou, het corso sprong er wel uit, dus... Wat denk jij te verwachten? Je hebt het natuurlijk nog nooit gezien. Nee, nou, ik heb net gezien dat het een uit de hand gelopen hobby is van mensen hier. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten, maar het lijkt me erg leuk. Dus nou, het weer is prima en het is hier prachtig, dus ik vind het bijzonder om hier te zijn. Ook de omgeving hier, die val je waarschijnlijk ook wel op, hè, hier zo. Ja, ja, heel leuk. Veel water natuurlijk, hè. Wij hebben in Nijmegen wel de Waal, maar het gaat allemaal snel. En hier is heel toegankelijk. Je kunt er gewoon bijna met je neus bovenop. Dus ik vind het erg leuk. Ik ben benieuwd. Wat verwacht u ervan vanmiddag? Nou, dat het geweldig is. Theater op het water, dus dat is toch een fantastisch programma. Corrie Silvius uit Vlaardingen-Ambacht, heel dicht bij de Vlaardingse Vaart voor het varend corso. Toen we kind waren natuurlijk wel, hè, want in 1942 is Vlaardingen geworden. Maar die vaart die kennen we natuurlijk wel heel goed. En ik zal niet te veel zeggen, maar we hebben er wat in gezwommen. En schaatsen. Het mocht natuurlijk niet, maar we deden het wel. En nu het corso? Ja, fantastisch. Altijd. Altijd fantastisch. Gaan u elk jaar naartoe? Ja, niet elk jaar naar Vlaardingen, maar vorig jaar hebben we het in de Lier gezien. Maar ja, ik moet wel. Ik heb een zoon die woont al 25 jaar in het Westland. Dus ik moet alle partijen tevreden stellen. Wat verwacht u dan vanmiddag ervan? Nou, we weten dat het over theater gaat... En ik mag niks verklappen. Dit is de eerste boot van het varend corso. De flyerboot. Met de zangeres. Uit op een tuin door schuit geen bloemen te weerstaan. Ook een sportieve boot. De Big Cycle Race. Met echte wielrenners erop. Kijk, ze is gaan. Het lijkt wel een Tour de France op het water. De zeilende Westlander. De handen gaan op elkaar voor de Greenery Boat. Volendam, de musical, trekt hier voorbij op de Vlaardingse Vaart.
de heupen, dan de handen op de wips. Twips, twips, twips. Dit is voor nette oude dames, net zo goed als voor de hips. Twips, twips, twips. Voor de tiener en de twen. Als je 86 bent, als je moe bent en verkouden. En je ziet een beetje pips. Twips, 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 twips. De dorpskern Naaldwijk met een verleiding, het laat zelfs een Latijnse verleiding, met bloemen en een lifestyle. Ja, en dat is natuurlijk de boot waarop we hier allemaal staan te wachten. De boot van de gemeente Vlaardingen met als thema Tchaikovsky's Zwanenmeer. Prachtige dans hier op de locatie Vlietzicht hier op de Vlaardingse Vaart. De Indische waterlelies op het water, hier op de Vlaardingse Vaart bij het Varend Corso. Dorpskern Schipluiden met de boot De Cats. En dat kunnen we goed zien aan de voorgevel van de boot en de gevaarlijk lijkende katten op de boot. De Cats van Schipluiden. Dit is een van de laatste boten van het Varend Corso op de Vlaardingse Vaart. We zagen prachtig versierde boten op het Varend Corso in Vlaardingen. Een 80 kilometer lange route door het Westland. En daar werd ook Vlaardingen aangedaan. Dit was Peter Spek en Dirk-Jan Verkuijl voor Vlaardingen TV.